kijk eens even hoe mooi Europa is. Allemaal verschillende passen voor verschillende landen, voor verschillende momenten, met verschillende tarieven of voor verschillende auto's die op het juiste ogenblik en op de juiste tijd met elkaar gecombineerd moet worden om het laagste tarief te krijgen. Je wordt er helemaal gek van! Oké, Maarten Hagman hield een verhaal hier bij evrijders.nl en je hebt laadpastop10.nl. Ja. En je had een gigantisch verschil tussen nummer 1 en 2. Hoe zit dat? Je hebt bepaalde aanbieders in het buitenland, die zijn gewoon heel goedkoop op de Nederlandse markt. Ja, en noem die aanbieder eens? Nou, de bekendste is MineGo. MineGo, die staat ook op nummer 1, kun je ook zelf zien. Ja. Je hebt ook flat rate laadpassen van Entega, van Vattenfall bijvoorbeeld. Als je daar aan kan komen, kun je voor een paar tientjes per maand onbeperkt laden op alle Nederlandse laadpunten. En ook alle buitenlandse, hè? Dat is ook in Duitsland, ja. De snelladers in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, overal. Welke moet ik dan eigenlijk hebben om Europees te romen? De Entega-pas is de allerbeste. Entega-pas, ja. Ja. En dat is een Duitse pas? Dat is eigenlijk een EcoTap-pas, maar dan met een Duits labeltje erop. Okay. Van Entega. En die kan ik niet zomaar krijgen? Dat is een gedoe om als Nederlander te krijgen? Ja. Maar als ik de volgende stappen doe, dan kun je die gewoon in het buitenland tegen lage prijzen zeg maar, krijgen. Nummer 1. Gewoon mijn blog lezen, staat de hele procedure op hoe je hem kan krijgen. Ja, je moet de blog lezen, maar eigenlijk komt erop neer. Je gaat eerst even naar N26. Dat is een Europese bank en maakt daar een Europese bankrekening aan. Ja, je hebt een aantal stappen die je moet doen. Onder andere een Duitse bankrekening, een doorzendservice en geen Nederlands herleidbaar mailadres. Dat zijn de drie hoofdcriteria. Ja. En dan als je dat doet, dan komt hij op een gegeven moment via iemand anders. En dan heb je hem. En als je hem eenmaal hebt, dan kun je gewoon lekker blijven betalen. En dan heb je gewoon de alle goedkoopste by far. Die werkt met snelladers, fastnet, allemaal dingen. En het kost gewoon onbeperkt niks. Geen starttarieven, geen connectietarieven, geen boetetarieven. Gewoon onbeperkt pas. Ja. Voor 45 euro in de maand. Als je nou niet heel erg gedoe wil hebben, dan die nummer 1 die op jouw laadpassen zijn. Hoe moeilijk is het om die te krijgen? Heel makkelijk. Ze werken graag met Nederlanders samen. Een heleboel Nederlanders hebben die pas ook al. Je vult een formuliertje in op de Duitse website. Je vult je NAW-gegevens in, de pas krijg je thuis gestuurd. Ja. In het begin hadden ze wat problemen met het incasseren van Nederlandse IBANs. Dus dan heb je toch die N26 weer. Ja, maar dan stuur je ze één berichtje en dan zeggen ze van oké, dan krijg je één keer in de maand gewoon een overzicht van wat er betaald moet worden. En dan kun je het overmaken. Ja, maar ze worden daar langzamerhand goed en ze willen dat ook. En sinds vandaag sporten ze ook vast, zei je. Ja, sinds vandaag. Ja, ik had het al een tijdje geleden op mijn blog aangekondigd. Iets te vroeg, dat weet ik. Maar nu werkt het echt vanaf vandaag bevestigd op alle vastnets in Nederland werkt hij. Ja. Wat me dan opviel, is dan nummer 2 tot en met nummer 11. Dat lijkt ontzettend op elkaar. Dat is echt binnen een paar cent is dat ongeveer hetzelfde. Ja, dat klopt. Er zijn eigenlijk weinig verschillen in de grote bulk Nederlandse laadpassen. En dat heeft ermee te maken dat een heleboel laadpassen al de marges opzoeken, waardoor de marges eigenlijk heel klein zijn geworden. Okay. En het verschil wat je daar met name in kan maken is op welk netwerk je ze gebruikt. Bijvoorbeeld Den Haag staan heel veel laadpalen van Last Mile Solutions, EcoTap. Als je daar een laadpas van Last Mile Solutions gebruikt, ben je vanzelfsprekend goedkoper uit dan de gemiddelde andere laadpas. Ja, dus dat is een beetje echt, het is de combinatie laadpas en laadpalen. En dat zie je dus niet in die top 10 tot en met 2 tot en met 11. Je moet een beetje kijken waar je het laadt. Ja en nee. Ik heb bij de passen wel bijgezet welke kaart de fabrikant aangeeft dat ze zelf de palen ondersteunen. Ja. En vaak zijn daar de palen van hunzelf ook extra benadrukt. Ja. En zo kun je toch een beetje in jouw woonplaats kijken van oké, wat heb ik hier nou voor soort laadpaal. Maar je moet dus echt gewoon het soort auto wat je hebt, waar je laadt en daar moet je op een gegeven moment je laadpas bij gaan selecteren. Ja, en dat is eigenlijk best een complexe matrix en ik ben nu met meerdere mensen aan het kijken hoe we dat uit kunnen werken. Kunnen we daar een appje voor maken? Ja, zoiets dat je gewoon kan zien bij een laadpaal, oké. Welke pas is hier het goedkoopste? Oh, het is die gebruik ik. Op laadpalen.nl van Ben Wolderink, zeg maar. Oké. Hey, en hoe haal jij je informatie bij elkaar? Ik vraag actief aan alle bezoekers of zij hun facturen willen opsturen. Dus echte informatie van echte EV-rijders. Alle verzoeken van bedrijven, daar doe ik niet zoveel mee. Ik probeer echt zoveel mogelijk onafhankelijk te blijven. En op die manier gewoon echte informatie te delen. Oké. De laadpas top10.nl. En Maarten die is altijd gewoon bezig om dat uit te zoeken. Top job, dankjewel. Dankjewel, graag gedaan.